Klaas Bruinsma, bijnaam de dominee, werd op 27 juni 's nachts om 3:30 doodgeschoten in Amsterdam. De moord leverde uiteindelijk één verdachte op, ex-politieman Martin H. Heb je het idee dat je het ingeluisterd bent? Ja, tuurlijk ben ik erin gelicht. Martin is de belichaming van de corrupte agent. De salarissen van de politie waren niet heel erg goed. En pakt hij zo'n pak geld en ze zegt hier, op de tafel. Je slaat zo de andere kant op, dat is met Martin daar gebeurd. Ze snoven cocaïne, of dat het rozeetjes waren. In de Joegoslavië zag hij echt een middel om een factor van belang te spelen. Als jij natuurlijk alle middelen hebt en zoveel power, ja, dan wil je toch wel een beetje langzamerhand de stad overnemen, toch? Martin wou heel groot worden, net zoals Bruinsma. Martin is gewoon een kooksnuivende moordenaar. Ik heb er spijt van gehad dat je je mond niet open hebt gedaan in het begin. Ja, maar dat is mijn stijl niet. Nee. Dat is mijn stijl niet.